deze keer met kop. Je gaat straks drillen met rechts op je rechterbeen. En je gaat naar beneden en tikt de cornervlees aan. Hiervan doe je de 10. Heb je 10 gedaan, ga je met links drillen. De rechterbeen blijft staan. Ga naar beneden en tikt de cornervlees aan. En ook deze doe je 10 keer. Daarna ga je switchen van been, pak je de linkerbeen. Eerst met rechts, dan dribbelt naar beneden, tik weer je cornervlees aan. Als laatste ga je met je linkerbeen en ook met links dribbelen en die eindigt hetzelfde. Dan tik je hem weer aan. Dat doe je 10 keer, van alle 4. Ik hoop mooie filmpjes ervan te krijgen. Succes!